Daar staat hij dan, de basisdebutant, Devine Ranch. Hij is niet de enige, want ook Kjell Scherpen debuteert. 17 jaar is hij nog maar. Hij maakte een paar minuten in de wedstrijd tegen Emmen. Dat was dan voor de beker. En Kjell Scherpen speelde ooit 90 minuten voor de beker, maar dat was toen hij nog bij Emmen actief was. In Ajax 1 nog geen officiële wedstrijd. Ranch rechtsachter. Gravenberg, Klaas en Alvarez op het middenveld. Anthony Labiat. Tadic zijn de mannen voorin. Geen Promes, Masraoui, Kudus, Timber, Traoré, Ekkelenkamp is er trouwens wel bij. Onana niet, Brobby. Het is een heel lijstje, maar Ajax heeft toch nog een alleraardig team daar kunnen opstellen. Haken, de man van dienst. Hij heeft deze elf uitverkoren. Maarten Paas, Warmerdam, Hoogma, Santiago en Van der Marel. Jansen is wel weer beschikbaar, zit op de bank. Ramselaar, Van Overheem en eigenlijk Mahi daar ook een beetje bij. En Van der Streek, want Mahi is een soort van valse spits. Dat zal bij Ajax Labiat ook wel zijn. En Elia en Kerk zijn de mannen die Ajax vooral op snelheid pijn moeten doen. Daar is de eerste kans voor Utrecht en die is ook meteen raak. Net een minuut gespeeld en Mahi zet Utrecht op voorsprong. Dat gaat wel heel snel. De bal wordt daar nog wel binnengehouden, maar Tagliafico verspeelt hem knullig. Van der Marel zit er bovenop en Mahi maakt het dan heel rustig af. En dit mag je gerust onder de noemer geknoei schuiven. En dat scheelt ook weer niet zo heel veel. Blind wijst. En Mahi is in goede doen. Het is in. Blind in de richting van Tadic. Een goede paas. Anthony Alvarez. Anthony krijgt de vrije trap mee. Een licht tikje dan van Warmerdam, maar lichte tikjes zijn genoeg. Ajax wat bekomen van de schrik, heeft zich al een paar keer gemeld in de buurt van Paas. Met een paar hoekschoppen, maar wel 1-0 achter. Werkoverleg tussen Tadic en Labiat. Tadic wordt de verrichting veranderd en dan gaat hij binnen. Dan heeft Ajax in de 8e minuut de zaken gerepareerd. Maar zonder hulp vaart niemand wel. Paas aan de grond genageld en het heeft zo zijn reden. In de muur wordt gesprongen en wordt die bal ook van richting veranderd. Ik denk door Van der Marel. Ja. Labiat met de foute aanname Kerk op snelheid. Dan moet Tagliafico in de achtervolging. En echt in de achtervolging, maar dat win je nooit. Dus kan Kerk zo ver door, dan heeft hij geen idee meer. Dat is toch wel raar. Kerk, verbaasd, krijgt hij een duwtje. Maar hij loopt zich vast uiteindelijk op Kjell Scherp. Klaas. Labiat, Klaas is doorgelopen. Paas is te laat, maar dan uiteindelijk toch op tijd. Ja, dat kan omdat Klaassen de bal niet voorbij de doelman krijgt. Die dat duel niet wint als het gaat om wie het eerst bij de bal is. Maar hier uiteindelijk ook geholpen wordt door Santiago. Schuurs in de fout. Dat zijn de momenten waar Utrecht van probeert te profiteren. Uitstekende ingreep van Alvarez voordat Elia kan uithalen. En nog een duwtje en dan zorgt dat voor een lelijke botsing. En omdat Anthony dan duwt, is Warmerdam niet meer in de positie om zijn doelman te ontwijken. Ja, dat levert dan deze pijnlijke botsing op voor de doelman van Utrecht. Ja, Paas is niet in staat om verder te gaan. Ze nemen geen risico's in terecht. Dus het is de wedstrijd van debutanten. Deze noodgedwongen. Erik Oenschlegel.
bal van Blind. Goede bal van Tadic. Een goede bal van Labiat. Het is een prima goal van Ajax. Drie passes die kloppen. En dan is het in de extra tijd 2-1 voor Ajax. Geen buitenspel. In één keer door. En dat is niet te verdedigen. Taliafico, Tadic, Labiat. Anthony, Klaassen buitenom. Weinig gelukkig met zijn acties, Anthony. Gravenberg in één beweging van de streek kwijt. En dan deze poging die de krul niet krijgt, die hij beoogd had. Van der Marel, die de bal weet binnen te houden, Kerk. Dan de halve ingreep van Rens, waar Kerk nogal wat in ziet. Kerk die ook in tweede instantie dan Rens weer kwijt is. En een hele goede voorzet geeft, die leidt tot de 2-2. Kerk, en weer is het Mahi die scoort. En weer doet hij het razendsnel na de hervatting dit keer. Kerk mag daar voor 80% zijn naam bij zetten. Hij heeft ze allemaal eruit gelopen en houdt dan het overzicht. Snelheid is een wapen. En als je dat kunt combineren met overzicht in dit geval. En dat heeft Kerk dit keer in de richting van Mahi. Is de Utrecht snel de zaakjes op orde. Mahi probeerde daar Ramselaar te bereiken. Rens ertussen. Rens, dat is goed gevoetbald. Anthony. Ja, bal weer van richting veranderd. Het zit Ajax ook niet tegen. Nu is het Santiago die de bal zodanig van richting verandert dat Ajax de 3-2 mag opschrijven. Rens ertussen. Dan komt er wat tempo omdat Rens hier vaart maakt. Labiat, snel naar Anthony. En dan Santiago die doelman Oerslegel kansloos laat. En het is een eigen doelpunt dit keer omdat hij van Anthony nog naast het doel zou gaan. Ik vermoed zomaar dat daar de naam van Santiago op komt te staan. Veel doelpunten. En Utrecht moet weer op zoek. Krijgt hier een hoekschop. Santiago. Kerk. Santiago niet. Maar hier wel. Half het is weer gelijk. Nu is het van de streek. Wat een wedstrijd is het hier aan het worden. 1 minuut heeft Ajax op voorsprong gestaan dit keer. En het is Sander van de Streek. De boel weer gelijk trekt. Labiat weggestuurd door Tadic. Labiat, Tadic. Labiat, Santiago laat zich niet opzij zetten. Taliafico. Daar is Klaassen. Nee, maar daar was nog wel Alvarez. Blind tekort, tekort. Maar Elia doet er niet veel mee. Dan wordt deze doelman gedwongen deze bal te spelen. Gravenberg. Van der Marel. Kerk nu in het centrum. Zeet. Tegen Kerk aan. Van der Marel. Kerk. Scherpen die lost. En dan is het 4-3 voor Utrecht. Oei, oei, oei. Scherpen. Silla is erbij om daarvan te profiteren. In de 70ste minuut komt Utrecht weer op voorsprong. Fout van Scherpen. Kerk. En dan moet Scherpen deze natuurlijk vast hebben. In de traditie van de hete kroketten. Kamp. Nou, Labiat krijgt de bal een beetje onder zich, waardoor hij niet fors kan uithalen. Dat was toch een aardige kans.
Ekkelenkamp. Labiat. Het is weer gelijk. 4-4. Labiat. Ja, het gebeurt niet vaak, maar als Ajax daar vlot combineert. Net zoals ze dat deden bij 2-1, is deze 4-4 toch ook eentje die ontstaat uit een heel vlot lopende aanval. Allemaal basis die in één keer gegeven worden. Dat is niet te verdedigen. 8 doelpunten. En Oerslekel die daar het doel bijna omver gooit. Verrast als hij bijna wordt. Ajax is hier aan de linkerkant met Tadic voor het doel. Alleen Ekkelenkamp en nu Labiat daar nog dieper. Tadic aan hemzelf. En hoe? En hoe? Jongen, 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 jongen. Dusan Tadic 5-4 in de 89ste minuut in deze toch wel krankjorige wedstrijd in ieder geval qua scoreverloop. Zet Tadic daar nog even een punt. Dan moet je je dat maar afvragen. Frivole poging van Anthony. Het levert weer balverlies op. En Kerk de gelegenheid. Nee, het is Blind die voorkomt dat die bal nog verder naar het doel toe gaat. 4 seconden. Oerslekel mag die bal nog een keer inbrengen. Schuurs weet niet, Blind. En daar krijgt Blind de vrije trap mee. En Van der Marel is het daar helemaal niet mee eens. Van der Marel in de weer met Blind. En wat gebeurt daar precies? Nou, ja, Utrecht heeft hier recht van spreken hoor. Het doet er allemaal niet meer toe. Tadic is de man die de punt zet in het voordeel van Ajax met een hele fraaie treffer. En Ajax zal bepaald niet ontevreden zijn over deze afloop.